Heb je door COVID op een andere afdeling gewerkt? Bij de hoofdingang heb ik de triagedienst gedaan met een aantal collega's. Het is een wisseldienst. En daar moesten we mensen temperaturen en vragen stellen of ze klachten hadden. Wij hadden speciale kleding aan om ons te beschermen. Zo'n witte pak, mondkapje. Met zo'n spatbord, antispatbord. En handschoenen. Dus helemaal ingepakt. Wat ik leuk vond aan de triagedienst, aan de poortwerken, is de ontmoeting met andere collega's. Want ik zit op de administratie en dan heb je alleen de collega's die je op de afdeling ziet, ken je dan. Maar als je iets anders doet, net als de triagedienst, dan leer je andere collega's kennen. Wat heeft het meeste indruk op je gemaakt? Ik vond het wel spannend in die zin. Om zelf niet zeg maar besmet te raken. Want ik bedoel, je krijgt toch met veel mensen te maken die op bezoek komen of mensen die voor een afspraak langskomen. En dat was best wel spannend, maar goed, als je zo goed ingepakt bent, dan was de kans klein en ik ben ook niet ziek geworden. Dus. Wat heeft het voor jou persoonlijk betekend? Het geeft mij een voldoening. Het heeft mij een voldoening gegeven om mensen te helpen. En ik vind het prettig om mensen te helpen als daar een hulp nodig is. En je werkt in een ziekenhuis, dus je helpt mensen graag ook.